Wij zijn hier bij elkaar in zijn naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Gaat u zitten. Beste mensen, ik heet u allen van harte welkom in deze dienst ter gelegenheid van het afscheid van Ricky van Zutphen Ketelaars. Alle van harte welkom, in het bijzonder natuurlijk Laura, Twan, en wij zijn, als alles goed is, verbonden met Canada, want daar kijkt Siep, de kleinzoon of zoon, die kijkt mee naar deze viering. Vandaag gedenken wij en kijken we terug op haar leven. Wij gedenken dat zij ons in de dood is voorgegaan en hopen menselijkerwijs dat ze nu is in Gods handen. Ook zullen wij in deze viering bidden voor de nabestaanden voor kracht en sterkte. Wij bidden speciaal voor de naaste familie om dit grote verlies een plaats te kunnen geven. Ik wens u allen een hele goede viering toe. En hier staat dan Ricky en die gaan wij in het volle licht zetten, in het volle licht van het eeuwige leven. En ik wil daarvoor uitnodigen Nolly, Anton, Mieke, Shani, Harry en Kaspar. Keren wij ons nu tot God om vergeving te vragen voor onze fouten. En dat doen we met het lied Heer, ontferm u. Laat ons bidden. Heilige en goede Vader, wij geloven en vertrouwen dat allen die gestorven zijn, niet voor altijd blijven overgeleverd aan de dood. Zoals uw mensenzoon
zullen alle opstaan en voluit leven in uw licht. Zodat ook wij leven vanuit uw woord in de Bijbel gesproken, vervul ons van leven. Omdat wij met inzet van al onze krachten werken aan een nieuwe wereld waar u onder ons woont. In het verleden, nu en in de toekomst, als bron van blijvende vreugde, door uw Zoon Jezus Christus, de verrezen Heer, vandaag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Beste mensen, wij gaan luisteren naar een tweetal lezingen. De eerste lezing zal over troost gaan en daarin zal Mieke ons voorgaan. En daarna de tussenzang zal het evangelie zijn uit de afscheidsrede van Jezus. Ik wil Mieke uitnodigen voor de eerste lezing. Troost. Troost is maar een woord, zei iemand. Je wordt er soms mee vermoord, zei een ander. Er is troost die vrijmaakt, die een mens moed en nieuwe kracht geeft. Er is ook troost die doodmaakt, die een mens alleen zet, in de kou laat staan. Het woord troost lijkt even besmet als het woord medelijden. Ze hebben als bijklank gekregen: je bent zielig. Die klank doet zeer, want niemand wil zielig zijn. Velen vinden troost moeilijk. We denken vaak dat we veel moeten doen om te troosten. Veel zeggen, de anderen eroverheen helpen, de vrolijke kant laten zien. Echte troost is eenvoudig. Enkel een hand, enkel een gebaar. In enkel woord misschien. Iemand bij wie je jezelf kunt zijn. Iemand die bij je blijft. Iemand die er voor jou wil zijn zoals je nu bent. Wij gaan zingen, O Maria, vol genade. Thank you.
Het Heilige Evangelie. De Heer zal bij u zijn. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Beste mensen, laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Waren dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om me bij u op te nemen. Opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet niet waar ik heen ga en de weg daarheen is u niet bekend. Thomas zei tot hem, Heer, we weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij tot mij. Beste naaste familie, vrienden, kennissen, parochianen, in het bijzonder Laura, Twan en wij zijn verbonden met Siep in Canada. Plotseling kwam de dood. Binnen een paar weken zag je bij Riki het einde naderen. Zij stierf toch in de gezegende leeftijd van 84 jaar. In het hospice in Os. 87 jaar, is dit oud? Voor deze tijd niet. Er worden wel mensen veel ouder. Natuurlijk hadden we Riki ook wat langer onder ons willen houden. Maar op een gegeven moment moet je het loslaten, wij en Riki. En dan komt er toch een einde aan dit mooie leven. Wij mensen, zoals wij hier bij elkaar zitten, weten maar al te goed dat er een einde komt aan ons en ieders leven. En vaak is dit moeilijk te begrijpen, vooral als het iemand is uit je eigen kring. In het boek Prediker in de Bijbel schrijft Prediker hierover, er is een tijd te baren en er is een tijd te sterven. Zo noemde hij verschillende items, noemde hij op van het is een tijd om te leven, het is een tijd om dood te gaan, het is een tijd om plezier te maken, het is een tijd om geen plezier te maken. Alles heeft zijn tijd in het leven. Alles is daar gerangschikt. En nu is het zo dat we afscheid moeten nemen van Riki. Het is tijd om te baren en tijd om te sterven. En zo heeft alles zijn tijd in het leven. Voor Riki is het tijd om eindelijk eens rustig te leven en rustig te zijn naar de hemel toe. En als ik zeg hemel, kan iedereen dat invullen op zijn eigen manier. Wat is nou eigenlijk de hemel? Ik weet het ook niet. Ik geef het ook over aan God. En God zorg dat er een hemel is. Of het nou op aarde is, of het nou daarna is, ik weet het niet. Maar als
pastoor geloof ik wel degelijk in een leven na de dood. Waar moeten we anders zijn als in de hemel? Dat is bij mij altijd de vraag bij een uitvaartviering. Beste mensen, op de rouwkaart staat: sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En ik denk dat het zo is. Wij zien mensen achteruit gaan. En dan zeggen we: nou, hij is niet meer of zij is niet meer de oude van vroeger. Men ziet dat. Men ziet mensen achteruit gaan en af en toe moeten we weer een stukje afscheid nemen. Hebben we van Riki ook gedaan toen ze zeven weken voor haar dood naar het hospice ging in Os. Dat is al een vorm van afscheid nemen. Ja, en waar is ze dan, wat ik net al zei? Is ze dan aan de overkant of is ze dan in de hemel? Wij kunnen daar met ons verstand niet bij. Nee, jullie moeder leeft door onder ons. En dat is al een hemel op aarde. Wij vergeten haar niet. Wij blijven haar in ons hart dragen. In het zojuist voorgelezen evangelie, een stukje van de afscheidsreden van Jezus, zijn heengaan is niet zozeer een teruggang naar de Vader, maar zijn heengaan is om ook een plaats te bereiden voor ons in de hemel. Jezus gaat voor ons allen een plaats bereiden in de hemel. Dat is het stukje evangelie van Johannes. En dan vul ik het verder in. En op haar beurt gaat Riki plaatsmaken voor de familie en vrienden in de hemel. Want als gelovige mensen is dit niet het einde. De dood is toch het begin van de eeuwigheid. Riki heeft daarin geloofd. Riki was ook een gelovige vrouw. We zullen haar missen. Haar gang steeds naar het gemeenschapshuis om daar van alle mogelijke dingen te doen. En ook op zondagmiddag bij kleingeld eten. We zullen haar missen van het straatbeeld. Maar wij achterblijvers, wij kunnen dankbaar zijn dat we Riki gekend hebben. We kunnen van haar warmte en liefde veel leren. Van haar zorg voor mensen en haar gezin. Wij kunnen haar in ons hart blijven dragen en zo kan zij dichterbij zijn als toen zij nog leefde. We kunnen leren van haar karakter, eerlijk, oprecht. En ik dacht vanmorgen toen ik hier heen reed, als er een hemel is, dan is Riki daar zeker. Riki, wij wensen je een goede reis. Bedankt voor je voor ons gedaan hebt. Bedankt voor je zorg voor mensen. En daarboven bereid jij voor ons, familie en vrienden, een plaats bij de Heer. Dat je mogen rusten in vrede. Amen. Wij gaan nu de voorbeden doen en als acclamatie zingen we: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Op ogenblikken als vandaag beseffen wij dat onze woorden te klein zijn om uit te drukken wat dit sterven in ons teweeg brengt. Laten wij ons met schamele woorden richten tot God, die zich getooid heeft als een God van leven. Laat ons bidden. Voor allen die uitzien naar een troostend woord,
die uitzien naar een helpende hand om dit verlies niet alleen te dragen. Dat nabije mensen met hem de lange weg gaan van genezing en heling. In het bijzonder voor Ricky. Voor allen uit ons midden die bereid zijn de last van het gemis te helpen dragen. Voor mensen die kunnen luisteren en aandachtig aanwezig zijn. Laat ons bidden. Voor allen die de kunst van vertroosting verstaan, dat ze in huizen van verdriet licht en warmte brengen, laat ons bidden. Bidden wij voor de vrede in de wereld, voor de vrede in de Oekraïne, voor de vrede in Rusland. Dat mensen die tegenover elkaar in opstand komen, elkaar eens zien als broeders. We bidden voor onszelf, hier samen bij het afscheid van Ricky. Dat we ons hart richten op de liefde en zo Gods droom over ons leven waarmaken. Laat ons bidden. Goede God, wij vragen of u onze gebeden wil verhoren. Amen. Er is nu collecte. En ook het bidprentje zal ons aangereikt worden. Thank you.
En voor wij dadelijk aan tafel gaan, zal Laura een kort in memoriam uitspreken over haar moeder. Ons mam is geboren in Eerde in 1936. Ze kreeg 3 zussen, Tony, Nolly en Corrie en later nog een broer Antoon. Haar eigen moeder stierf toen ze 5 jaar was. Dat is altijd een gemis voor haar gebleven. Het gezin verhuisde naar Zuidaard. Ze gingen op Soffert wonen. Ze ging uiteindelijk al jong het huis uit om te werken en daar ook te wonen. Het langst heeft ze gewerkt bij Hotel Jielissen in Veghel op de Markt. Jullie kennen ongetwijfeld haar verhalen hierover. Ze heeft verkering met ons pap gekregen en ging in die tijd graag met hem mee op pad als hij met de vrachtwagen wegging. In 1965 zijn ze getrouwd en in 1966 werd ik geboren. Ons pap en mam zijn ruim 50 jaar samen geweest en alle jaren heeft ze gezorgd voor ons. Boterhammen gesmeerd, eitjes gebakken vroeg in de ochtend voordat ons pap ging werken. Ze hield ervan visite te ontvangen voor een bakje koffie. Genoten heeft ze van fietstochtjes samen en het oppassen op onze zoon Siep. En ook genoot ze van familieuitstapjes en een enkele keer op vakantie. In mijn jeugd ging ze mee als kok op de zomerkampen van Jong Nederland, samen met haar pap. En 40 jaar lang heeft ze met plezier gezongen in het koor in Zuidaard. Het overlijden van haar pap in 2016 viel haar zwaar. Het alleen zijn is tot aan het einde moeilijk gebleven. Dat konden wij niet voor haar opvullen. Ze voelde zich eenzaam, ondanks het feit dat ze heel vaak visite had voor een potje kaarten of Rummy Cup. Ze vond alleen wonen in het huis aan de Pastoor Klerkstraat niet fijn, dus verhuisde ze naar het appartement aan de Meester van de Venstraat in Zuidaard, dicht bij de kerk en het dorpshuis. Dagelijks ging ze in het dorpshuis kaarten, jeu de boule, naar filmmiddagen en een paar keer in de week eten. Ook ging ze graag luisteren als de harmonie een concert gaf of als er iets te doen was van de carnavalsvereniging. Minstens 1 keer in de week kwam ze met de taxi naar ons in Nuland om een hapje te eten. En als ze op zondag alleen aan tafel zat, stak ze over naar Kleingeld om daar een frietje te eten. En een praatje te maken. Nog maar enkele maanden geleden is ontdekt dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze werd steeds minder mobiel en kon vaak niet meer zelfstandig naar het dorpshuis. De laatste weken voor haar vertrek uit Zuidaard werd ze daarom door de vrijwilligers van het dorpshuis opgehaald, zodat ze er toch nog bij kon zijn als er iets te doen was. Op 23 juni is ze naar Hospice Oase in Os gegaan, omdat ze niet meer alleen in het appartement kon wonen en zorg nodig had. We zijn daar vanaf die tijd dagelijks geweest en Siep heeft daar voor zijn vertrek naar Canada afscheid van haar genomen, omdat we wisten dat hij er nu niet zou kunnen zijn. Ze wilde telkens weten hoe het met ons was. Waren wij oké, dan was het voor haar goed. Ze is in de Oase met veel liefde en aandacht goed verzorgd en uiteindelijk op 9 augustus rustig overleden. Bedankt Laura voor deze mooie woorden en die zijn allemaal na te lezen op het bidprentje. Natuurlijk is Ricky hier veel naar de kerk geweest en ook de communie gegaan. En dat willen we nu ook doen. We willen nu van dit brood gaan eten. Het brood wat eens geheiligd werd tot dit brood, het brood van onze Heer Jezus Christus, in een vorige Eucharistieviering. Maar voor wij op tafel gaan, bidden we het gebed wat Ricky zoveel gebeden heeft, het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de hemel en de kracht in allen. Beste mensen, thank you.
Wij luisteren naar het Lam Gods. Beste mensen, wij kijken uit naar de vrede. En vrede is er totaal niet in deze wereld. Rond de baar van Riki willen we elkaar die vrede wensen. En de vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede. En zalig zijn wij die genodigd zijn aan de tafel des Heren. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.
Riki van Zutphen Ketelaars. Geboren op 22 februari 1936 en overleden op 9 augustus 2023. Dit is het gedachteniskruisje wat bij andere overledenen van de parochie komt te hangen. En na een jaar rond alle zielen zal dat bij de familie terechtkomen. Ik wil Laura uitnodigen. En wie loopt er met Laura mee? Ja? Gedachteniskruisje. En het koor zingt Blijf mij nabij. Beste mensen, zo zijn we aan het einde gekomen van deze viering. Wij gaan nu de absoete doen. We zetten haar weer in het volle licht. We besprenkelen Riki met wijwater waarin ze eens is opgenomen in de kerk. En we zullen met wijwater dit lichaam, met wie er ook dit lichaam, eren. Het lichaam waarin de Heilige Geest heeft gewoond. Ik ga nu even het altaar af om me te verkleden. En na de absoluten gaan wij naar het kerkhof. Thank you.
Wees gegroet, Maria.